Zelf. Ja, Martijn, een aantal weken geleden het ministerie bracht naar buiten dat er een nieuwe lijst is samengesteld. Of er zijn mensen aan de lijst toegevoegd van het terrorisme. Tenminste, de terrorisme-lijst. En dan blijkt dus dat er ook iemand is uit Lansingerland. En jij hebt een beetje de laatste stand van zaken. Hoe zit het nou precies in elkaar? Ja, dat klopt inderdaad. Er is een mevrouw uit Berkel en Roderijs door minister Koenders van Buitenlandse Zaken toegevoegd aan de zogenoemde nationale terrorisme-lijst. En nou, bijzonder om te melden is ook dat die lijst is gewoon in te zien. Als je gaat naar de website van rijksoverheid.nl, ja, ik zag hem hier inderdaad, die totale lijst gewoon bekijken. Er staan in totaal 121 Nederlanders op die lijst, waaronder 28 vrouwen. En als we het dan even beperken hier tot de regio, dan hebben we het over 6 Rotterdammers, 2 Schiedammers en iemand uit Zwijndrecht. En dus iemand uit Berkel en Roderijs. Nou, wij zijn vandaag een beetje ingedoken met onze collega's van Hart van Holland, Lansingerland. We weten niet heel veel meer, maar we weten inmiddels wel dat die bewuste mevrouw 32 jaar oud is. Ze is in Berkel en Roderijs geboren, maar moet ik er dan bij zeggen of dat nog steeds haar woonplaats is. Ja, dat is niet bekendgemaakt. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze momenteel in het buitenland verblijft om daar haar snode plannen uit te voeren. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk, hè, als je op een terrorisme-lijst staat? Nou, dat betekent onder andere dat je behoorlijk goed in de gaten gehouden wordt. Maar ook dat je bijvoorbeeld niet meer bij banktegoeden kan. Dus op het moment dat die mevrouw, hypothese, ze zit op dit moment in Syrië. Er is nog een behoorlijke geldstroom die kant op aan het gaan. Dan kan ze daar op dit moment helemaal niet meer bij. Dus ze is daarvan helemaal afgesneden eigenlijk. Maar Martijn, wat ik me dan afvraag, hè, want ze hebben dan zo'n lijst samengesteld. Jij zei nu, hoeveel Nederlanders zitten nu op, of staan nu op die nationale terrorisme-lijst? Er staan er op dit moment 121 op. 121. Hoe zorgt het ministerie, waar toetsen ze nou op als ze denken dat er een potentiële terrorist tussen zit om deze op een lijst te zetten? Want het is natuurlijk niet zomaar iets als je op zo'n lijst terechtkomt. Nee, het heeft een behoorlijke invloed op je leven. Ik heb vanmiddag nog wat naslagwerk zitten lezen van mensen die inderdaad op die lijst staan. Omdat ze toch wel enigszins geradicaliseerd zijn. Maar het kan bijvoorbeeld betekenen dat ze vreemde geldstromen zien naar het buitenland. En dan hoef je niet eens per definitie, terrorisme-lijst, dan denk je dat iemand direct in de startblokken staat om een aanslag te plegen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de gewapende strijd in het buitenland bijvoorbeeld financieren. Dan, dat is ook een criterium waarop je op die lijst zou kunnen komen. Maar ik denk echt wel, wat ik heb begrepen nu, is dat de meeste mensen eigenlijk niet meer geschadigd kunnen worden, omdat ze gewoon ook echt in het buitenland verblijven. En, de vraag is ook een beetje, daar heb ik ook niet echt een antwoord op gekregen, maar het is een beetje speculeren. Kijk, de AIVD is natuurlijk niet de minste organisatie. Ik denk dat ze alles wel een beetje uit tactisch oogpunt doen. Ja. En wat ik opmerkelijk vind is dat de mensen dus met naam en toenaam op het internet worden gezet. Wat wil je daarmee bereiken? Dat iedereen op scherp staat? Dat mensen toch erover gaan praten? Nou, weet je wat me ook opvalt, Martijn? Ik zat net even te filteren. 45 van die 121 mensen zijn jonger dan 25. Ja, klopt. Het zijn allemaal relatief hele jonge mensen. Dat klopt inderdaad. En ze heten ook echt niet allemaal Mohammed van voren. Nee. Want er zit ook gewoon een Danielle tussen. Ja, en een Laura. Een Nederlander. En een Astrid. En de dame uit Lansingerland, haar naam is Nikki. Klopt ook. Ja, dat is eigenlijk informatie waar we eerst zoiets van hadden. Kunnen we dat eigenlijk wel brengen? Totdat we er eigenlijk achter kwamen dat alle informatie gewoon is gepubliceerd in de staatscourant en ook gewoon op rijksoverheid.nl. Is dan de achterliggende reden van het ministerie meer dan alleen maar een informatiebelang? Ik bedoel, dat gevoel krijg je dan, je zegt het net zelf ook al, van joh, de AIVD is natuurlijk niet de minste. Strategisch oogpunt is daar vaak heel belangrijk. Maar voelt dit ook voor jou als onderzoeksjournalist een beetje als een manier vanuit het ministerie om ook een soort van een waarschuwing af te geven voor deze mensen of zo? Nou, dat zou sowieso een rol kunnen spelen. Maar ik denk dat ze ook, ondanks het feit dat ze aan de ene kant ook wat onrust ermee creëren, ook onrust wegnemen. Want op het moment dat zo'n lijst bekend wordt en er staat bijvoorbeeld alleen maar dat het gaat om een mevrouw uit Berkel en Roderijs. Ja, dan zou bij kans iedere mevrouw misschien met een buitenlands oogend uiterlijk een verdachte zijn. Ja, dan krijg je een soort lynchpartijen midden op straat, op de Kerkstraat in Berkel en Roderijs of zo. Ja, een buurvrouw met een hoofddoekje is dan direct een verdachte. En ik denk dat ze daarom hebben besloten, ook gewoon in het belang van welwillende burgers, om gewoon ook die namen openbaar te maken. Maar het is een terrorisme-lijst. Het is ook niet per definitie een opsporings
lijsten. Het zijn gewoon mensen die gemonitord worden. En dat kan soms heel ver gaan. Dat zijn misschien mensen die wel 24/7 in de gaten gehouden worden. En op deze manier weten ze ook dat de rest van Nederland eigenlijk ook een beetje meekijkt over hun schouders met wat ze aan het doen zijn. Ja, want dat vragen we dan af. Kijk, dan is die geldstroom misschien inderdaad ingeperkt. En ook wel zover dat die ook gewoon echt ingedampt is. Want je komt natuurlijk gewoon helemaal niet bij geen enkel centje meer wat je op de bank had staan, zeg maar. Maar uiteindelijk, de ideologie van zo'n persoon of de drijfveer in zijn of zijn karakter, die worden natuurlijk niet aan banden gelegd. Nee, het is wat dat betreft ook een labmiddel. Aan de ene kant, oorlog is natuurlijk ook gewoon geld. Op het moment dat er de financiering wordt weggehaald, dan kun je daar een beetje het verschil maken. Maar ja, het gedachtegoed, dat blijft. Je kunt natuurlijk mensen wel weer, als ze terugkomen, weer in een bepaald traject zetten. Dat ze dan een beetje afkicken van het gedachtegoed, om het zomaar te zeggen. Maar dat blijft natuurlijk altijd lastig. En je kunt je ook voorstellen dat er is al ondercapaciteit als het gaat over de Nederlandse politie. En dan zouden ook nog eens 121 mensen 24/7 gevolgd moeten worden. Ja, dat is ook bijna gewoon niet te doen. Nee, precies. Het is ook gewoon eigenlijk te moeilijk om nu op dit moment iedereen in de gaten te houden, zeg maar. Nou ja, ik weet dat, kijk, Nederland staat daar heel erg hoog aangeschreven. En de AIVD kan zich bijna meten aan Scotland Yard en dat soort onderzoeksbureaus. Maar 121 Nederlanders vol continu volgen, ja, dat is heel lastig. En het is ook, als iemand iets geks wil doen, dan kan het altijd. Is mijn stelling eigenlijk ook altijd wel. Hè? Op het moment dat iemand iets zou willen doen in de hoofdstad of in Den Haag, dan gebeurt dat toch wel. Dan gebeurt dat toch wel. Het is goed dat ze er scherp bovenop zitten. Maar ik denk dat je één dwaas toch niet tegen kunt houden. Nee, precies. Dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal wat hier natuurlijk uit volgt. Martijn, wat ik me nou ook afvraag, zeker na alle gebeurtenissen ook afgelopen jaar in Engeland. Is de voorwaarde of het criterium om op zo'n lijst geplaatst te worden als potentieel terrorist, om het even zo zwart-wit uit te drukken, is dat nou aangescherpt? Zijn die regels nou strakker aangenomen van nu moet je hier en hier en hier aan voldoen in je op zo'n lijst komt? Nee, de laatste aanscherping die is geweest in deze zogenoemde nationale sanctielijst, terrorisme zo heet die officieel, die dateert uit 2001. En het criterium is eigenlijk dat het personen en organisaties, want er staan overigens ook twee organisaties op die lijst, dat ze op enige lijn betrokken zijn bij terroristische activiteiten. En dat kan op allerlei manieren natuurlijk zijn. En in Nederland wordt op dit moment de actie ondernomen om de tegoeden te bevriezen. Ja, en het bevriezen van die tegoeden zou er natuurlijk voor kunnen zorgen dat inderdaad op een manier wordt bijgedragen aan de inperking van de strijd van het terrorisme. Ja, het is dan lastiger om terreurdaden te plegen of voor financieel bij betrokken te zijn nog langer. Ja, precies. Goed. We kregen nog even één vraag van de redactie. En best wel eigenlijk een goede vraag, moet ik me afvragen. Over vragen gesproken. Mag je nou eigenlijk reizen als je nou op de lijst staat? Of is er een totale verbod? Nee, volgens mij is dat wel. Is dat individueel kan dat weer anders zijn. Maar ik weet wat ik heb vernomen, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat is ook altijd voorzichtig bij zijn. Maar volgens mij die mevrouw, die mogelijk misschien zelfs weg, maar heeft wel een uitreisverbod aan het broek gekregen. Okay. Volgens mij geldt dat wel. Maar ik weet niet of dat specifiek voor iedereen geldt. Maar als je het nieuws een beetje hebt gevolgd afgelopen week, dan weet je dat je in een Mercedes Vito busje zo 3.500 kilometer kunt rijden naar Turkije. En dan ben je ook het land uit. En dan ben je ook in no time in Syrië. Ja. Dus wat dat betreft, het innemen van een paspoort, dat is een mooie daad. Maar of je daar echt iemand mee tegenhoudt die daar toch aan de jihad of wat dan ook wil bijdragen, dat wordt ontzettend lastig. Ja, precies. Goed, we willen je in ieder geval bedanken voor je bijdrage aan deze uitzending, Martijn. En je houdt natuurlijk ons op de hoogte van de voortgang op dit gebied.